Collega's, we gaan nu over tot de verkiezing van het bureau van ons parlement. Ik herinner u voor zo nodig hoe het scheidend bureau was samengesteld. Uitredend voorzitter Jan Peumans. Uitredend eerste ondervoorzitter Jos de Meijer. Tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen. Derde ondervoorzitter Bart Somers. Vierde ondervoorzitter Renaat Landuit. Secretarissen mevrouw Nadia Sminate, mevrouw Kathleen Helsen en de heer Chris van Dijk. Dat is het uitredenbureau. Ik vermoed dat iemand het woord vraagt om een voordracht te doen voor het komend bureau. Meneer Edwin. Dank u wel, meneer de voorzitter. Voor het nieuwe bureau zou ik graag volgende mensen voorstellen. Als voorzitter is dat Jan Peumans. Als eerste ondervoorzitter Peter van Rompuy, die trouwens voorbije nacht vader is geworden. Als tweede ondervoorzitter Wilfried van Dalen, derde ondervoorzitter Bart Somers, vierde ondervoorzitter Caroline Genet, secretaris is Nadia Sminati, Chris van Dijk en Sonja Klaas. Collega's, dat is een collectieve voorstelling met de consensus, vermoed ik, van eenieder. Ik zie geen bezwaren of bemerkingen ter zake. Mogen dus dit voltallig bureau als het geldig bureau, gezien het aantal functies, overeenstemmen met het aantal openverklaarde plaatsen, als verkozen beschouwen? Ja. Dan. Vraag ik aan de nieuwe voorzitter, die goed bekend is als uitredend voorzitter, naar hier te willen komen. En ik verzoek twee secretarissen, mevrouw Sminati en meneer Klaas, mevrouw Klaas, ons te komen vervoeren. Meneer de voorzitter, met genoegen. Goed, dank u wel, dames en heren, beste collega's, meneer de minister-president, de geachte ministers. Oh, ik ben zeer goed omringd, moet ik zeggen. Twee van de drie Limburgers. Ja, ik kan het niet laten. Ik heet u op mijn beurt van harte welkom en ik wil collega Herman de Croo danken voor de wijze waarop hij deze vergadering geopend heeft. Ik hoop uiteraard dat u allemaal, maar dat ligt al heel lang achter u, denk ik, veronderstel ik, een ontspannende en verkwikkende vakantie achter de rug hebt. En u klaar bent voor een ongetwijfeld boeiend werkjaar. Ik wil ook een bijzonder meneer Combé terug welkom heten. Hè. U bent hier een tijdje weg geweest en u weet toch eigenlijk altijd nog waar het beste is. Dat is het Vlaams parlement natuurlijk, dat is duidelijk. Maar in ieder geval van harte welkom. Mede namens de andere leden dank ik de Vlaamse volksvertegenwoordigers voor het vertrouwen dat u in het bureau van het Vlaams parlement in uw voorzitter stelt. En ik wil hier nog eens benadrukken dat ik de voorzitter ben en zal zijn van alle 123 Vlaamse volksvertegenwoordigers, zonder een onderscheid te maken tussen de meerderheid en de oppositie. Behalve de aanstelling van het bureau hoort u in deze openingszitting straks de septemberverklaring van de Vlaamse regering. De minister-president zal daarin de algemene maatschappelijke situatie bespreken, de beleidsvoornemens van de Vlaamse ministers bekendmaken en de krachtlijnen van de begroting 2015 aangeven. Deze middag mochten we hier in het halfrond genieten van het erg gesmaakt concert om het seizoen 2014-2015 van Opera Vlaanderen voor te stellen. En ik heb de wandelgang gehoord dat het applaus, wat zeer langdurig is, dat het ook toegewenst wordt aan deze Vlaamse regering, minister-president. Dat seizoen loopt onder het thema macht en onmacht en sta me toe dat ik bij dit gegeven even stilsta, omdat dit ook ons politici aanbelangt. Meer zelfs omdat dit in de eerste plaats ons politici aanbelangt. Macht kan men definiëren als het vermogen om iets te doen of te bewerkstelligen. Macht is het uitoefenen van gezag, verkregen uit het mandaat of de functie die men bekleedt. Macht is tenslotte ook het uitoefenen van invloed, de kracht van verandering, gebaseerd op overtuigingskracht en charisma, zoals het geval is
bij de tot verbeelding sprekende personage van Don Giovanni uit de gelijknamige opera der opera's van Mozart. Onmacht kan men dan ook eenvoudig duiden als het ontbreken van macht, als onvermogen. Men wil iets bereiken of verwezenlijken, maar men slaagt er niet in. Deze onmacht tot verandering komt treffend tot uiting in de monumentale volksopera Capocina van Mussorgsky, waaruit we een aangrijpende koorzang hebben gehoord. In deze opera komen de machtsbeluste behoudsgezinden tegenover de hervormingsgezinden te staan. Moet je zin nog eens herhalen? In onze westerse democratische traditie gaan we vanuit dat de machtsuitoefening stoelt op verkiezingsresultaten, gebeurt op een wettelijke basis en verloopt in goed overleg met degenen over wie het gezag wordt uitgeoefend. We moeten evenwel vaststellen dat dit ook in de moderne wereld niet de algemene norm is. Meer zelfs, de meerderheid van de wereldbevolking leeft in onze 21e eeuw nog altijd onder een politiek stelsel waarbij de parlementaire instellingen elke werkelijke macht ontberen onder het stelsel van één, al dan niet, militaire dictatuur of zelfs onder regelrechte terreurregimes. Wie de krant openslaat, het journaal op televisie bekijkt of de elektronische media volgt, kan er niet omheen. Op zeer veel plaatsen ter wereld wordt de legitimiteit van de heersende klasse in vraag gesteld. Voornamelijk omdat de geloofwaardigheid van de machthebbers ernstig is aangetast, veelal door machtsmisbruik in al zijn facetten, of het nu gaat om machtshonger, nepotisme, vriendjespolitiek, corruptie, intriges, bedrog, repressie of het uitschakelen van elke oppositie. Vaak is de houding van de machthebbers die zich daaraan schuldig maken ingegeven door een fundamenteel onvermogen en onmacht om op een democratische manier tot een maatschappelijke verbetering te komen. De confrontatie tussen de machthebbers en hun critici, die deze situatie niet langer pikken, leidt tot dramatische toestanden en een ontwrichte samenleving, zoals ons niet alleen geschetst werd in La Juive van Fromental Halevi, maar zoals we die ook vandaag nog meemaken in Oekraïne, Syrië of Irak. In Le Nozze di Figaro, waarvan we de overture gehoord hebben, schildert Wolfgang Amadeus Mozart de chaotische toestanden die heersten in een turbulente wereld aan de vooravond van de Franse Revolutie. Mozart voert een wereld vol onrust op, vol in beweging en in de ban van het onbestemde. Het oude vertrouwde is niet meer. De toekomst is onzeker. Het is niet meer duidelijk wie de macht in handen heeft of wie de volgende beslissende stappen zal zetten. Alles trilt en tolt, niet in het minste gevoelens van de protagonisten die overhoop liggen met hun eigen angst en verlangens, maar ook maatschappelijk het noorden kwijt zijn. Collega's, af en toe bekruipt mij het gevoel dat we tijdens onze parlementaire werkzaamheden eveneens het noorden kwijtraken. Maar alle gekken op het stokje, in Vlaanderen gebeurt de machtsuitoefening een stuk beschaafder. Toch wil ik even kort reflecteren over macht en onmacht in het Vlaams parlement. Op het eerste gezicht lijkt de macht van ons parlement groot. Het Vlaams parlement benoemt de regering, stemt de decreten, keurt de begroting goed en controleert de regering. In de praktijk evenwel zijn er een aantal elementen die de macht van de parlementsleden nuanceren, ja, zelfs inperken. Laat ik een aantal dingen bij naam noemen. De regeringspartijen sluiten een regeerakkoord waarin de afspraken vastgelegd worden voor de komende regeerperiode. Dit kan leiden tot afspraak is afspraak, of voor de Latinisten onder u het bekende adagium pacta sunt servanda. Meneer Peters, kijk even naar u. U citeerde dat regelmatig, pacta sunt servanda. Waardoor voor parlementsleden die tot de meerderheidspartijen behoren de discussie en mogelijke wijzigingen in beleid beperkt worden of zelfs niet aan de orde zijn. De regeringspartijen steunen vaak de voorstellen van de regering omdat ze nu eenmaal een regeringspartij zijn en zeker als het gaat om een minister uit de eigen geledingen. De partijdiscipline maakt dat het parlementslid met het beleid instemt omdat de prijs van niet instemmen voor hem te hoog is. Los van deze politieke beperkingen van het parlementaire werk is er ook het feit dat we ons wijden aan wetgevend werk dat bijna letterlijk alle terreinen van de samenleving bestrijkt. De problemen die we in de maatschappij tegenkomen en de oplossingen die daaraan tegemoetkomen, zijn vaak ingewikkeld en erg complex. De minister heeft dankzij haar of zijn kabinet en het ambtenarenapparaat een flinke informatieve voorsprong. Het takenpakket van de parlementslid en zijn medewerker is daardoor erg groot en het parlementslid kan moeilijk alle finesses van de problematiek en wetgeving kennen, zeker als het gaat over materies waarmee hij niet zo vertrouwd is. Het beoordelen hiervan is dus niet altijd goed mogelijk. Dat geldt zeker voor de kleine fracties. Ik kijk niet naar één fractie, dus moet dat niet... We voegen daarbij dat de invloed van de politicus in het algemeen tanende is.
Vroeger kon meneer de burgemeester alles, de militaire dienstplicht draaglijker maken, een verkeersboete laten verdwijnen, een bouwovertreding regulariseren. Dat zijn wel, meneer Somers en burgemeester van heel lang geleden, hè? Begrijp me niet verkeerd. Dienstbetoon was puur cliëntelisme. De burger dacht dat alle dagen 6 december was. Dat kan nu niet meer. Dat is trouwens geen exclusief gegeven voor de politiek. Ook andere geledingen van de maatschappij boeten macht in. Ik geef slechts één voorbeeld. De macht van de kerk in Vlaanderen is vandaag niet meer wat ze 50 jaar geleden was. Moet het parlement er zich bij neerleggen dat er macht getaand is? Net als in de overturen van de opera Il Vespri Siciliani van Verdi zeg ik nee, we moeten ons niet bij de situatie neerleggen. Tijdens de voorbije legislatuur heb ik een aantal maatregelen genomen om onze rol te versterken. Ik som er enkele op. Ik ben gestart met een periodiek overleg met de minister-president. Op de agenda van dit overleg staat onder meer afspraak over het tijdig indienen van de jaarlijkse begroting, afspraak over de indiening van ontwerpen van decreet, afspraken over de rapportages die ministers op regelmatige basis moeten geven over de voortgang van grote, belangrijke dossiers, de toezeggingen of beloftes die ministers doen in commissies of in plenaire vergadering, waarvan wordt nagegaan of ze ook worden uitgevoerd. Ik weet dat minister-president Bourgeois de traditie van de vroegere minister-president Chris Peeters zal verder zetten. We hebben trouwens binnenkort een eerst formeel overleg gepland. Voor de Vlaamse volksvertegenwoordigers heb ik de toegang geopend tot de databanken van beslissingen van de regering en ik nodig alle parlementsleden uit daarvan gebruik te maken. Idem voor de procedure die is ingevoerd waarbij parlementsleden vertrouwelijke dossiers kunnen inkijken. En met het Rekenhof is een protocol afgesloten met onder meer afspraken over onderzoeken op parlementair verzoek. En het is aan u, en uiteraard om de dossiers in te kijken, en het is aan u, beste parlementsleden, om de mogelijkheden die u aangereikt zijn te benutten. De aangekondigde hernieuwing van de website van het Vlaams Parlement zal afgerond worden. De nieuwe website wil toegankelijk zijn. Dit betekent begrijpelijk en vooral gebruiksvriendelijk voor iedereen die op zoek is naar informatie over het reilen en het zeilen van het Vlaams Parlement. Al deze punten stonden in mijn beleidsplan plenum 2009-2014. Ook de komende legislatuur wil ik een aantal zaken realiseren om het aanzien en de invloed van het Vlaams Parlement te verstevigen in het belang van alle Vlamingen. En ik wil daarbij niet over één nacht ijs gaan. Ik neem me daarom voor de 6 fracties die in dit parlement vertegenwoordigd zijn de eerstkomende weken uit te nodigen voor een gesprek. Het bedoeling van dit gesprek is te luisteren naar de bezorgdheden en wensen van de fracties. Ik heb ook aan onze administratie via de secretaris-generaal gevraagd dat onze mensen die ons dagelijks ondersteunen bij onze parlementaire werking een insteek leveren voor een actualisering van het beleidsplan. Nadien wil ik, rekening houden met de suggesties en voorstellen van de fracties, onderzoeken op welke punten we het beleidsplan kunnen aanpassen en actualiseren, zodat het parlement sterker uit de verf komt en meer macht kan verwerven. Beste collega's, gelet op al het werk dat ons te wachten ligt, ga ik ervan uit dat u, Vlaamse volksvertegenwoordigers, ook dit komende zittingsjaar levendig en gedreven zult functioneren. Daarbij is zowel voor de leden van de meerderheid als voor de leden van de oppositie een belangrijke rol weggelegd. We mogen ons erop verheugen dat we daarbij op de dagelijkse inzet van de secretaris-generaal en de medewerkers van het Algemeen Secretariaat kunnen bouwen om ons professioneel te ondersteunen. Dames en heren ministers, meneer de minister-president, collega's, ik reken op uw constructieve bijdrage om deze legislatuur degelijk werk te verrichten in een sterk Vlaams parlement ten voordele van de Vlaamse burger voor een nog krachtdadigere Vlaanderen. Ik dank u voor uw aandacht en verleen u graag het woord aan de minister-president Geert Bourgeois.